50 tot 60 video's per dag over alle merken. Ik denk dat YouTube steeds machtiger wordt. Welkom bij The Future of YouTube. Een serie gesprekken die we maken in samenwerking met 5PM. Het bureau dat uitgevers en merken helpt aan meer succes op YouTube. En daarover sprekende bij mij te gast de directeur video en platforms bij de Telegraaf Media Groep, Mandy van der Wal. Mandy, van harte welkom. Dankjewel. Vertel eens even, waar staat, we zoomen zo meteen wat meer in op YouTube specifiek, maar waar staat TMG vandaag de dag als het gaat om online video? Ik denk op de kaart. Ja, absoluut. We produceren veel video's per dag. Nog niet genoeg, hè, volgens jou? Nee, nog niet genoeg. Ja, die consument vraagt steeds naar nog meer video. Maar we hebben ook een beperkt team, dus we kunnen niet zoveel maken. Maar we hebben ook heel veel natuurlijk consumenten die video's insturen voor het platform Dumpert. En dat gebeurt ook in grote getalen elke dag nog. Dus we produceren veel, doen ook veel views. Wat is veel? Wat is veel als we gaan produceren? Nou, we produceren zelf, denk ik, zo'n 50 tot 60 video's per dag over alle merken. We hebben natuurlijk veel merken. Het hoofdmerk Telegraaf, maar ook het merk Metro. Een aantal andere stand-alone platformen, Autovisie. De regionale dagbladen. En dan produceren we vrij veel, maar daar kan nog een tandje bij. Ja, ik las ergens dat je naar 90 per dag wil. Aan het eind van het jaar. Ja, dat is wel het ultieme, zeg maar. Ja, maar hoeveel mensen heb je daarvoor nodig? Nou, wij doen dat, zeg maar. Het Niels-team is ongeveer 30 mensen groot die video maken. Dus van presentator tot editor tot samensteller. Dat klinkt als een compact team. Compact, als je zoveel produceert per dag. Ja, zeker. En echt met een centrale productieunit. Daar zijn we echt 2 jaar geleden mee gestart. Voorheen had elk merk eigenlijk zijn eigen videoredactie. Nou, om effectief te zijn, om het te goed te kunnen monetizen, hebben we dat echt centraal gebracht. Dus het is een vrij compact team. En maken we veel mee. Doen nu zo'n 30, 40 miljoen views per maand. Dat fluctueert een beetje. Voor de nieuwsmerk heb ik het dan alleen over. Dumpert zijn hele andere getallen. Maar soms ook... Monetize je dat een beetje, die Dumpers video's? Maar we hebben natuurlijk moeite ook daarmee. Het is user-generated content. Ja. Het is ook vaak hele korte content. Ja. Dus daar kan niet altijd een mooie pre-roll voor. Maar denken daar wel na over premium content en over wat langere content. Je zegt 30, 40 miljoen views per maand. Is dat veel? Het is natuurlijk voor de nieuwsmerken denk ik veel. Als je in totaal kijkt voor de groep zitten wij op 220 miljoen views per maand. Niet op social, dus dit is echt eigen platformen. Ja. Als ik de social media erbij zou optellen, dan wordt het echt gekke getallen. Laten we dat maar niet doen. Ja. Ik denk dat dat veel is als je kijkt naar Nederland, zeg maar. Hè? Ja, het Nederlandse landschap. Veel. Als ik kijk bijvoorbeeld naar een CNN, wat ook een groot nieuwsmerk is, eigenlijk wel de grootste die op video doen. Die zit op 1 biljoen, zeg maar, per maand. Dus ik denk, dat is ongeveer 4 keer zoveel als wij doen. Dus, we zijn er bijna. Ja, en hoeveel daarvan stroomt via YouTube? Dit is die 220 miljoen, is alleen eigen platform. Wat wij doen, zo doen op YouTube is hetzelfde aantal ongeveer als je kijkt naar de Telegraaf. Dus 30 miljoen, 40 miljoen views zeg maar op eigen platformen. En nog eens zo'n 30, 40 miljoen op YouTube. Dus dat is eigenlijk gelijkwaardig bijna. Hoe hard is dat gegaan? De laatste pak een beetje 2 jaar of zo? Ben je nu bezig met het zeg maar echt gefocust online? Nou, eigenlijk zo'n zeg maar een jaartje, anderhalf jaar zijn wij in contact gekomen met een van de eigenaren van 5PM, Jelmer Wind. En die heeft ons echt geholpen. Want wat deden wij eigenlijk voorheen? Wij publiceerden alle content ook op YouTube. Meer om zichtbaar te worden. Ja. Nou, dat bleek niet zo'n goed idee. Deden we helemaal niet zoveel. We hadden zo'n 23.000 abonnees. Views, dat varieerde van 10 miljoen, soms 11 miljoen. Soms een uitschieter van 18 miljoen per maand. Nou, we zijn dat helemaal gaan herijken. Hebben echt een strategie gezamenlijk bedacht. Publiceren nu 5, 6 video's per dag. Dus dat is veel minder dan we eigenlijk maken voor het platform. Zijn dat algoritme gaan leren kennen. Want hoe moeilijk was het dat je in het begin dus een van de eerste adviezen krijgt van je moet minder gaan publiceren? Nou, vooral voor de redacties en de makers is dat heel lastig. Want die willen zoveel mogelijk views. Die dachten, niet meer op YouTube. Wat gebeurt me nu? Ja. Na een jaar verder zijn we echt van dus die 23.000 abonnees naar 300.000 plus. En dat groeit nog elke dag.
en doen we net zoveel op YouTube als op ons zeg maar op eigen platform, is het wel veranderd. Dus die zijn er veel bewuster van geworden. En we maken nu ook specifieke content alleen maar voor YouTube. Aha. Want je zag dat daar toch wel een andere doelgroep zat. Maar die jonger, maar en die moet je wel bekendmaken ook met je merk. Hè. Je wilt altijd in een funnel duwen en dat ze ooit iets gaan, misschien wel gaan kopen van ons, hè, een abonnement op de Telegraaf. Mm. Het is misschien wat wishful thinking, maar je moet er dus aanwezig zijn. En je ziet nu echt na een jaar, plukt het enorme vruchten. En ik denk dat we daar nog extreem kunnen groeien. Op onze eigen platformen is er denk ik een goede balans. Ik denk dat we daar niet meer heel veel kunnen groeien. Mm-hmm. Maar juist op die andere platformen kunnen we nog een mooie curve maken. Wat zijn nog meer specifieke learnings als je kijkt nu na een jaar, anderhalf jaar zeg maar, werken met YouTube? Wat zijn nog meer learnings die je daar specifiek uit kan halen? Onze eigen platformen is alles short form. Want we zien dat mensen na 2-3 minuten zijn ze weg. Mm-hmm. Op YouTube is eigenlijk, dan kom je tussen die 15, 16, 17 minuten terecht. Ja. Je zegt het nu even tussen neus en lippen, maar dat is dus zo'n beetje de ideale timeline voor een video nu op dit moment. Ja, absoluut. Dat is dus lang. Ja, en dat is dus heel anders. Dus je moet echt anders gaan produceren. Ja. Dat vergt ook wat van de makers. Dus dat is wel een learning die je echt ziet. Ja. Televisieachtiger meer. Ja, het is een beetje oud denken. Hè? Het lineair programmeren eigenlijk van vroeger, dat doe je eigenlijk ook nu met YouTube. Ja, ook met tijden. Want wanneer je publiceert, als je dat, dan zit je in dat juiste algoritme. Eigenlijk is dat, dat leer je ervan. Dus we gaan eigenlijk een beetje terug in de tijd op een nieuw medium. Hey, en wat zijn dan formats en wat soorten content die het goed doen? Waar moet ik dan aan denken? Wat het goed doet, is eigenlijk op een andere manier het nieuws brengen. En soms maken we wel eens iets dat ik zelf denk, spreekt dat de kijker aan? Hè? We gingen laatst meevaren op een bootje met het warme weer en voor een soort ijsje. En dan nieuwsvragen daarover stellen, dat deed extreem goed. Dus toen dacht ik, dat is toch een ander niveau dan misschien het andere nieuws maken. Ja. We maken er series. Afgelopen periode, we waren in Lorette Mar, hè, wie is er niet geweest? En dan is echt de jongeren en daar gebeurt van alles. Hè. De zon, de drank. Don't get into detail. Ja, de meisjes. Ja. Dat maken we ook voor ons andere platform, maar toch met een iets andere insteek. En dan zie je toch, dat gaat gelijk in een weekend door de 1 miljoen views. Hmm. En zeker onder ook die doelgroep, hè, die bellen ons al, wanneer staat het op YouTube? En ja, zelf van ritme, hè, blijkbaar. Ja. Ook de nieuwe kijker. Ja, ja. Dat je denkt, Oké. Hey, en hoe verhouden zich want je hebt eigen kanalen, dan moet ik even technisch zien. Dan host je ook het materiaal zelf. Dat zijn jullie eigen. Want onze eigen platform, dus echt telegraaf.nl, metronieuws.nl. Daar host je alles zelf. Daar doen we alles zelf. We hebben een eigen player. Ja. En monetizen we alles zelf. En op YouTube doen we dat met. En heb je nog meer kanalen of platforms? Of zijn dat de twee grote? Facebook is natuurlijk en Instagram eigenlijk de andere. De platformen zijn we ook op aanwezig, maar ook met een duidelijke strategie. Maar echt het videodeel beleggen we natuurlijk echt op YouTube, want dat is het platform daarvoor. Nadeel van YouTube is natuurlijk het blokje monetizen. Ja. Dat is natuurlijk ook een interessant onderwerp, hè? Want alleen maar advertising won't pay the bills. Hè? Of zeg ik dan ben ik iets te kort in de bocht. Maar je alhoewel je aardige views hebt, maar. We hebben aardige views, maar en dus ook aardige inkomsten zijn we blij mee. We zijn ook een MCN, hè, dus we zijn echt een multi-channel network. Waardoor we dus een hogere CPM hanteren. Maar we doen vooral ook aan premium sales. Ja. Dus, en dat is wel wat natuurlijk. En wat is premium sales? Directe sales. Dus direct dat wij het zelf verkopen in plaats van YouTube. Ja, want dat bedoel ik. Totale andere CPM. En dat mag je ook. Mogen jullie ook op YouTube doen? Ja. Omdat jullie een zekere positie hebben. Juist, binnen YouTube hebben bereikt en die MCN hebben. En dan mag je dat. Dan mag je dat. Ja. Want dat is wel, een handig. En op je eigen netwerk speelt het voor zich. Want dan op je eigen netwerk kun je alles monetizen wat je wil. Yes. Maar, en hoeveel procent is advertising, zeg maar, in de zin van pre-roll, mid-roll en weet ik waar de rolls allemaal zitten. Maar hoeveel procent van de omzet is dat? Het gros?
Nou, als je kijkt naar de TMG-omzet, bedoel je? Nee, kijk even naar jouw tak van sport. Dus alles wat om video heen. Nou, want je hebt natuurlijk ook, je hebt branded content. Je hebt, tenminste, kan je hebt premium. Ja, je hebt tegenwoordig, nou, ik denk dat het grootste deel, zo'n 90% uit de advertising-markt komt. Ja. We zijn net gestart met premium. Dus eigenlijk dat video's achter de paywall staan. Zijn we begonnen op Telegraaf. Echt in de kinderschoenen staat dat. Maar we zien dat we daarop converteren. Dat is natuurlijk wel een model. Hè? Wij als TMG zijnde leven wij voor een groot deel ook op het abonneegeld. Ja. We hebben heel veel loyale abonnees. En we zien dat eigenlijk op video nu ook gebeurt. Mm. Dus wij zien daarop converteren. Nog echt in een beginstadium. Ja. Dus we hebben het nog niet over de hele grote aantallen. Ja. Maar ik denk dat dat wel een model is waar we naartoe gaan. Want je ziet helaas dat die hele advertisingmarkt zich toch ook naar de grote techreuzen, noem ik het maar, gaat. We hebben geen controle. De grote adverteerders die maken vaak internationale deals met YouTube. Die komen niet eens meer het Nederlandse kantoor, kunnen ze bijna sluiten. Ja. Dat is jammer, want ik denk dat het wel effect heeft op onze kanalen. Ook om zeg maar hun boodschap uit te zenden. Zou dat een oproep aan internationale adverteerders? Om te zorgen dat ze toch iets lokaler... Ik denk dat je lokaal moet blijven. En zeker, we hebben gewoon nieuwsplatformen. Daar zitten mensen zeven keer per dag komen ze daar. Mm-hmm. En kan je heel duidelijk je boodschap vertellen. Mm-hmm. Ja, ik vraag me af, en dat vraag ik me ook af bij YouTube, maar bij Facebook nog veel meer. Ja, hoe vaak kom je nu voorbij? Hè? Als ik door die tijdlijn scroll, dan zie ik heel veel voorbij komen. Maar ik zie dat niet echt. Hè? Dus die attentiewaarde en hoe hoog is die? Maar goed, ze hebben hele superieure modellen om in te kopen. Mm-hmm. Dus het is ook makkelijk. Ze bieden ook al die data. Dus het is ook... Ze maken het de adverteerder heel makkelijk. Dus en ook de wet van de grote getallen natuurlijk. Ja. Ja. En ik hoop dat in Nederland dat we ooit dat kunnen evenaren. Dat we ook van die mooie inkoopsystemen hebben. Maar dan moet je dan moet je krachten bundelen of zo met andere partijen. Dat denk ik uiteindelijk wel, maar. Want we zijn dat wel er één groot nationaal mediabureau, inkoopbureau komt. Nou, misschien. Het is een heel klein land waar we in leven. Hmm. Goed, daar zouden we nog een kwartier over doorgaan, maar dat komt vanzelf wel goed of niet goed. Hoe zie jij de stijging van dat subscription-based? Want ik merk zelf dat ik daar als consument wel me senang bij voel. Of het nou een Netflix is of... En dat mag misschien niet een beetje vloek in de kerk, maar ik vind het heerlijk om verlost te zijn van adverteerders. Ja. En dan betaal ik daar maar voor. Ja. Maar aan de andere kant kan ik me ook denken van ja, maar shit, dat kost ons wel heel veel views als we dingen achter een wall gaan zetten. Hoe zijn jullie daar strategisch mee bezig? Ja, dat is ook best wel lastig en vaak bij de makers. Hè? Want de makers, hoeveel meer views, hoe beter ze iets gemaakt hebben. Ja. En nu ga je misschien iets achter een paywall zetten. En dat wordt misschien iets minder bekeken. Maar als je dat ook kan monetizen en daar dus een bepaalde waarde van die consument voor terugkrijgt, is dat ook weer interessant. Ja. We zullen daar ook iets andere soortige video's voor maken. Dus we zijn nu echt vooral bezig met die strategieën. We hebben daar voorbeelden. We zijn laatst een soort op stage geweest bij de Wall Street Journal en New York Times. Die maken bijna hele documentaires. Dus echt een andere manier van kijken. Mm. Iets andere budgetten natuurlijk ook. Andere budgetten dus ook. Markt, ja. Dus, blijft het nadeel van Nederland. We willen nu nog die 90 video's maken per dag. Maar misschien is het volgend jaar anders. En moet je dus je tijd en ook contentbudgetten anders gaan indelen. Omdat die markt zo aan het veranderen is. Ja. Dus nogmaals, we zitten in die beginstadium. We zien dat het converteert. En we gaan vol focussen. Veel testen. Ik denk dat het woord testen... Dat valt misschien wel 30 keer per dag bij iedereen. Ja. Je moet echt dat trial and error om te zien welke kant gaat het op. Want elk onderzoek zegt weer iets anders. Maar ik denk dat we in de komende periode daar wel een verschuiving gaan zien. Van de vorm die we maken, maar ook de inkomstenstroom waar het vandaan gaat komen. De samenwerking met het bedrijfsleven als verdienmodel, werkt dat bij jullie? Branded content, content marketing, dus echt samen met partijen content maken? Doen wij wel. We hebben ook een speciale afdeling daarvoor, WPK de agency. We hebben natuurlijk vorig jaar WPK overgenomen. Daar hebben we kent. Ja, echt een speciale agency tak voor. Maar branded content is gewoon een lang proces. Hmm. We doen het wel. Maar dat is nog kleinschalig. Je ziet het steeds meer groeien. Ook op video, maar het is gewoon lastig. Mm. Dus voor nu, als je kijkt naar die inkomstenstromen... hebben we het echt over die B2B-markt. Gewoon alle pre-rolls die je kan bedenken.
en een deel van die consumenten. En ik denk dat die consumenten steeds meer de macht krijgen eigenlijk in dat model. Ja. En wat is de future of YouTube, als het aan jou ligt? Ja, ik denk dat YouTube steeds machtiger wordt. En dat denk ik ook van andere social platformen. En dat we daar aanwezig moeten zijn. Duidelijk ook een standpunt innemen dat we er aanwezig zijn, ook met alle partijen. Want het is er nu eenmaal, dus laten we het omarmen, zeg ik altijd maar, in plaats tegen gas geven. Door allerlei zelf dingen te bedenken. En laten we proberen ook wat mee te geven aan al die mensen die daarop kijken van onze merken. En niet zozeer met eigen initiatieven komen dus, zeg jij, gezamenlijke initiatieven. Lees dat tussen de regels door? Nou, het zou kunnen, maar dan moeten we allemaal gelijkwaardig zijn en allemaal diezelfde neus dezelfde kant op. Geloof ik niet te doen! Maar goed, we zullen het zien. We zullen het zien. Ja, ik dank jou voor dit gesprek en heel veel succes met alles wat je met het prachtige merk Telegraaf aan het doen bent. Dank je wel. En dank jullie wel namens 5PM voor het kijken. En jullie weten ons te vinden, hè, als jullie meer willen zien op YouTube. Dank je wel. Hoi.